Nou, ik ben een rondje aan het fietsen. Eigenlijk fietst het heel relaxed. Als je, gaat fietsen, dan voel je vanzelf dat hij mee gaat trappen. Als je boven een bepaalde snelheid komt, dan doet hij niet meer mee. Ik wil het even zien hoe hard je gaat. En als je wil dat je assistentie krijgt terwijl je het niet krijgt, druk je dit knopje in. Dan activeer je de assistentie. Alleen als je dan stopt met trappen, dan stopt hij ook met de assistentie. Dus je moet echt trappen om assistentie te krijgen. Ik moet zeggen, als je lekker de vaart erin hebt en je drukt de rem in, dat die best pittig remt. Je kan met één vinger kan je gewoon goed remmen. En ik denk dat het komt door de schijfremmen. Nou, ik heb best wel een stuk gefietst met DYU C2. En voor hoe klein en hoe licht die is, hoe verbazingwekkend prettig het fietst. En dat komt denk ik wel door dit ding. Die zorgt er echt voor dat je een beetje vering hebt. Dat komt denk ik ook wel door de schijfremmetjes. Die er echt wel voor zorgen dat je stilstaat op het moment dat jij stil wil staan. En ik denk dat het ook wel komt door de krachtige motor die ervoor zorgt dat je zonder enige moeite 19, 20 km per uur fietsen. Zonder dat je er echt heel veel moeite voor hoeft te doen. Rustig trappen, laat het motortje de rest van het werk doen en je blijft rond die 19 à 20 km zitten. Als je doortrapt, trekt hij hem wel door naar de 2, 23 km. En als je langzamer gaat, gaat hij ook wel zachter. Maar die 19, 20 kilometer, dat is echt een hele prettige snelheid om gewoon lekker mee te fietsen. Ik heb echt behoorlijk gefietst. Rondje poel, dit hele rondje zo gefietst. En de batterij, nog meer dan 2 streepjes. Dus die 40 kilometer actieradius die hun opgeven, ik denk dat die wel aardig klopt. Die komt wel aardig in de richting. Ja. Wat moet je erover zeggen verder? Het is gewoon leuk. Het is gewoon een leuk ding.